49 en voor het eerst naar Oranje. Ja, voor het eerst inderdaad naar Oranje, het grote Oranje. Ik heb wel ambitie, dat zeker. Het moet op mijn pad komen, ik moet daar zin aan hebben. Maar het hoeft niet per definitie maar dat het een grotere club moet zijn of dat we ergens mee gaan doen op prijs of zo. Ik moet gewoon ergens ook een uitdaging zien. Tempo houden. Je moet tempo houden, Chris. Spelen. Openen. Juist. Blijven, Wout. Winnen. Wat zou de titel moeten zijn van deze film? De kapitein. Dat klinkt mooi. Godverdorie, Chris, kom op, man. Pak een man, Joe. Wat doe je, joh? Ja! Hij zag het. Hij zag het. Ja, ja, ja. Wat gebeurde hier 35 jaar geleden? Kinderliefde, hè? Je was... 14? Ja. 15. 15. En ik had al een tijdje lang oogje op Monique. En moest er ook aardig, aardig moeite voor doen. Ja. Ja, één keer, mijn moeder was er niet heel blij mee. Was mijn moeder, die deed 's ochtends de gordijnen open. En toen had iemand dus met scheerschuim... een heel groot hart op het raam gemaakt. Iemand. Dus mijn moeder die vond het niet echt heel leuk. Dus toen vroeg ze wie dat gedaan. Nou ja, ik dacht al dat hij dat was. Maar ja. Dat bleek dus ook zo te zijn. Dus zulke dingen deed hij. Waar was de eerste zoen trouwens hier in Drachten? Weet jullie dat nog? Ja. Was bij mijn huis was dat. Ja? Aan een moesel. Ja. Bij de voordeur of in het gangetje? Nee, in het schuurtje. Onze vrienden en vriendinnen die gingen uit, ja, en wij niet, want hij moest zondags voetballen, dus en ik ging daar eigenlijk gewoon niet mee. Ik heb niet zoiets, ik heb niet het gevoel van, joh, ik heb zoveel gemist of zo, totaal niet. Nee. Nee. Het was gewoon, het was ook gewoon wat later bij ons. Ja. Alles goed? Ja, best. Okay. Dank je. Jij ook, hè? Super. Met jou? Ja, best. Mooi zo. Best. Ik. Hier. Topper. Trainer. Mooi. Zit, jongens. Beste wensen, hè? Beste wensen, jongens. Leuk dat je bent, man. Ja, leuk dat jullie er zijn. Ja, ja, mooi, man. Goed, man. Gosse was elftalleider. En toen was ik stagiair bij Harm Roosje. En toen werd ik samen met Gosse trainer van de A1. Ik speelde op een heel hoog niveau toen. En toen kwam Nico als mannetje. Was geen mannetje, was toen al zo, hè. En die kwam bij ons voetballen. Ja, daar hadden we een heel aardig ploegje, moet ik zeggen. Waar nou die huizen staan, daar trainen we altijd, hè? Aan de velden, aan de andere kant. Daar trainen we en dan stonden de dames op het parkeertrein te wachten, hè. Zo ging dat vroeger ook, ja. Ah, leuk. Hij heeft een goede vrouw getroffen. Ja. Dat is ook heel belangrijk. Ja. Dat is belangrijk in de voetballerij, een nuchtere vrouw. En staan zij van origine, hè, vanuit de familie al met beide benen op de grond. Maar dat is ook belangrijk dat je zo'n vrouw hebt en die achter je staat. Ja. Dat je niet eroverheen hoeft te zitten wat er thuis gebeurt. Als je dit boek doorleest, mag je heel erg trots zijn op jezelf. Trots, dat zijn wij ook, op jou. Want ondanks dat je door het voetbal veel van huis was en je humeur nogal eens te wensen overliet, ben je voor mij en onze kinderen het beste wat ons is overkomen. Nico, we houden heel veel van je en we gaan met z'n vijven genieten van ons nieuwe leven. Monique, Robin, Justin, Amber. Ik was zo'n 20 jaar. Wij zagen Henk ook gewoon als een van ons ertussenin. En, natuurlijk, op bepaalde gezette tijden wist hij wel van ja, zo moet gebeuren. Ja. Maar daar luister je ook nog gewoon naar. Het waren ook een goede groep wat dat aan gaat. Ja. En senioriteit zat zeg maar bij Harm. Ja. En bij Gozen. Ik was 0-12, hè? Je had ook een keer het zin. Kijk eens. Harm. Harm Roosje. Ja, Harm Roosje. Ja. Harm, daar is hij. Onze familie heeft jou ook altijd gevolgd. We zijn ook wel een beetje trots dat we jou kennen. Elk weekend zochten we om de uitslag van HSV, Twente of Cambuur. Bij een overwinning was het dan, Nico Jan heeft ook weer gewonnen.
Groetjes, Henk de Jong. Succes, hè? Ja, jij ook met de club, hè? Hey. Hey. Eerste poep, nou ga je onder rust zitten. Hij heeft tegen de Juventus gespeeld. Ik ben algemeen directeur bij de club met de technische portefeuille. Ja, dat zijn mijn taken. Johan Zuiderman. Mooi, hè? Heerlijk. Hij is altijd aardig, sympathiek, rustig. Jouw debuut. Het is alleen maar mooi als je dan je debuut mag maken, toch? Zeker. Alles geregeld? Alles geregeld. Ja. Hebben jullie tegen elkaar gespeeld? Ja. Ja? Toen jij bij PSV speelde, Tem. Ja, dan hebben we een paar keer tegen elkaar gespeeld. Ja. Ja. Ik ben wie ik ben. Hallo, eet smakelijk. Ik ben blij dat ik gewoon dit vak kan doen en dat ik in het voetbal werkzaam blijf bij een fantastisch mooie club. Nou, gezellig dat jullie de mensen er zijn, toch? Goed, hè? Ja, uh-huh. Een man met charisma, laat ik het zo zeggen. Ja? Ja, absoluut. Ja. The bad guy. Wij spraken Rob Baan, jouw oude trainer. Ja. En op de vraag, wat vind je van Nico Jan, wat was dat voor een speler? Toen zegt hij... Het was een moderne de Rinus Israël. Hij was sterk, hij was krachtig, hij was een enorme persoonlijkheid, kon erg goed verdedigen. Daar zegt hij natuurlijk wel wat, want volgens mij Rinus Israël is gewoon een grootheid. Hoekschop voor de thuisclub. En daar is Hoogma die volledig vrij staat en de 1-1 binnenkomt. Je zocht als trainer altijd naar een verlengstuk. En eigenlijk is Nico de ideale man voor elke trainer die zo'n type zoekt. Zou je wensen dat je een Nico Jan Hoogma had? Ja, het was een stoïcijnse verdediger. Er zat eigenlijk geen emotie in. Het was keihard. Regelmatig armpjes die je in je nek kreeg. Bij kopduels. Er zijn wedstrijden geweest, zeker met Pierre ook, waar van beide kanten dat wel bewust gebeurde. Mm-hmm. En dat was geven en nemen. Maar nooit lullen tegen je. En ook al begon je zelf verbaal hem een beetje uit te dagen. Hij reageerde gewoon nergens op en was gewoon stoïcijns. Ja, hij vond mij kennelijk lastig. Maar hij was ook niet een van de makkelijkste. Dat was toch een speler om continu in de gaten te houden. Man uitschakelen en waar het moest, was hij bikkelhard. Is jullie avond mislukt als hij niet speelt? Nee hoor. Nee, absoluut niet. Nee hoor. Natuurlijk hoop je wel dat hij minuten krijgt, maar... Nu stuurt hij ook iemand naar buiten? Niet tussen. Ja, het is een beetje... Mijn moeder is heel lief en zorgzaam en wil altijd het beste voor iedereen. En ik denk dat ik dat ook wel een beetje in me heb. Jammer, hè? Het is niet zo dat ze elke dag zeggen, ben ik trots op je. Maar ik voel gewoon heel veel liefde ook van mijn ouders. En sowieso bij ons in de familie is dat zo. Dus dat voel je wel. De tweede helft was niks meer. Ik viel wel mee, toch? Maar een aantal kansen. Ik denk dat ik heel veel van mijn vader kan leren. Juist omdat hij een echte hele goede verdediger was, denk ik. En daar kan ik nog heel veel stappen in maken, denk ik. Hij heeft op het hoogste niveau het gewoon heel goed gedaan. En ik denk dat en we praten daar ook heel veel over. Dus daar leer je alleen maar van, denk ik. Onze kleinzoon Justin, die wordt beter, is Nico Jan. Ja? Ja, absoluut. Dat heeft u al gezien? Ja. Ja. Waaraan? Als hij de kans krijgt, en de trainers zien het ook. Ja, hij is technisch, vind ik, beter is Nico Jan. Nico Jan was een betere verdediger tot nu toe. Maar dat moet Justin nog wel meer, maar dat komt wel. Ik kom daar heel graag en dan gaan we met z'n drieën kaarten. Dus dat is hartstikke leuk. 80 doen wij, met z'n drieën. Het lijkt een klein beetje op klaverjassen, maar dan met z'n drieën. En dan zitten we de hele dag te kaarten.
eigenlijk vindt niemand het leuk bij me thuis. Dus als ik het speel, speel ik het eigenlijk alleen maar met mijn opa en oma. Dus dat is hartstikke leuk. Ik heb nu 3 keer gewonnen. Ja. Justin 3 keer en jij maar 2 keer. En daar noem ik wel geluk. Ja, wir sind in 98 sind wir hierher gezogen, in diese kinderreiche Nachbarschaft. Und wir haben uns ganz schnell auch gefunden. Ja. Grüß dich, Junge. Danke, super. Ja? Und dann sagte mein Nachbar, der baute hier noch an seinem Haus und sagte, da zieht ein HSV-Spieler ein. Ja. Und da habe ich noch gedacht, um Gottes Willen, jetzt noch so ein Millionario in unserer kleinen Siedlung hier. Aber das hat sich ja ganz schnell erledigt. Das war dann nachher ganz schnell anders als gedacht. Robin, hi. Wie geht's? Ja, danke. Gleichfalls. Auch gut? Ja, sicher. Ja. Kannst du noch Deutsch? Ja, klein bisschen. Amber, ne? Hi. Wir kennen uns nur, weil du so groß warst. Ja. Hallo. Ich bin hier 6 Jahre nach Schule gewesen. Ich weiß noch wel, ich ging die Kant op mit meiner Fiets. Elke Ochtend musste um 7 Uhr beginnen. So. Echt heel vroeg in Deutschland. En, ja, was leuk. Ja. Een mooie tijd dus. Ja, het was een hele leuke tijd, absoluut. Jij bent hier geboren? Ja, klopt. Waar? Hier, bij dat huis daar. In het begin vond ik heel moeilijk. Nee, ik had 2 kleine kinderen. Ik kende niemand en Nico was alleen maar aan het trainen. Dus het was in het begin was het heel lastig. Bovendien kan je zelf niet je verder ontwikkelen, want Nico-Jan die was weg. Het was elk weekend, of ze nou uit of thuis speelden, altijd in het hotel. En op laatst kwam hij wel altijd stiekem vrijdagavond. Dan leende die de autosleutels van de verzorger. Dan zaten ze voor een wedstrijd in het hotel. Nou, ging hij met die auto ging hij weer naar huis. Hier ging hij hier bij ons s'avonds op de bank zitten tot een uurtje of 11, 12. En dan ging mijn meestal even een baantje kijken en was er altijd op. En dan ging hij om 10 uur of zo weer terug. De trainer heeft volgens mij nooit gemerkt. Nooit geweten? Nee, nee. Ja, ze is heel belangrijk thuis. En ik denk dat mijn vader daar ook heel veel aan heeft gehad in zijn carrière. Ja, dat was voor mij wel heel erg belangrijk. Ja. En dat heeft me enorm geholpen om ook zo lang ook te kunnen en mogen spelen. Ik denk dat dat heel belangrijk is achter een voetbalcarrière. Dat ook als je een gezin hebt, dat er een goede moeder achter zit. Ik denk ook niet dat ik anders geslaagd was in, als voetballer ook niet. Als Monique daar niet zo achter gestaan had, dan had het nooit gelukt. Echt niet. Ik heb wel altijd gedacht van nou, op het moment dat hij niet meer voetbalt, dan ben ik aan de beurt. Maar nee, dat is juist... nee, hij heeft gewoon nu nog veel minder tijd dan dat hij toen had. Nou, ik vind het wel tijd voor 1-0. Als ik op de tribune naar wedstrijden zit te kijken, dan, dan voel ik mee met datgene wat op het veld gebeurt. Tempo. Hier, naar links. Actie. Tempo. Maar ik probeer daar wel toch wel een klein beetje afstand van te nemen. Ja! Yes! Je nog een klein beetje als speler voelen. Ik denk niet dat dat eruit gaat. Ja. Het hoeft ook niet, toch? Dat hoeft ook niet, nee. Prima debuut. Goed gedaan. Wat voor mij belangrijk is, is gevoel. Is kunnen werken bij een club waar echt ook gevoel zit. En dat vond ik terug bij HSV. En dat vind ik hier ook terug. Nico-Jan komt heel vriendschappelijk over. Hij heeft een hoge gunfactor. Maar hij kan ook gewoon echt wel die piketpaaltjes slaan. En zeggen van ja, maar zo moet het even, zo moet het gebeuren en zo wil ik dat het gaat gebeuren. Ja. Dan komt zijn Friese karakter naar voren. Dan wordt hij ietsje stugger. Dan is hij niet meer soepel. Nou, het zit natuurlijk ook wel in het karakter. Hè? Dat, iedere Friese is niet zo natuurlijk. Hè? Nee. Dat is niet zo, maar het is bij ons wel zo. Dus niet zeur doorgaan. Vind ik ook wel een paar keer meegemaakt, hoor. Vond ik ook wel leuk om dat weer mee te maken. Dat moest ik dan weer zien te handelen. Ik denk dat ik gewoon iets bedachtzamer ben. Iets rustiger ben. Een paar keer nadenk voordat ik dingen roep. Ik denk dat Jan Smit
alles wat hij op zijn tong lag, dat gooide hij eruit. Mm. En dan was hij dat ook kwijt. En dan lag het ook bij een ander. En ja, ik denk dat ik iets meer... bedachtzamer ben. Ja, denk ik. Iedereen weet hoe het toen verder ging. HSV werd onder jouw leiding de grootste club van Duitsland. Bayern München verbleekte, evenals Schalke 04. Ik ben er trots op dat ik als oud-voorzitter van Heracles Almelo aan het begin heb mogen staan van je verdere zakelijke carrière in de boze voetbalwereld. Wens je Monique, kinderen en kleinkinderen een verdere goede, gezonde toekomst toe. Jan Smit. Ja, een beroemdheid, hè? Ja, natuurlijk grote speler. Ik kende hem van dat hij nog bij de tijd bij FC Twente voetbalde. Dus en dat er nu zoiets van HSV kon. Ja, dat is wel, Komt hij wel eens binnenlopen hier? Ja, wel, ja, wel, dus even een kogeltje wegpakken. Of gewoon even een bakje koffie doen. Ja, ja, hij komt nog wel eens. En vooral dit, hè? Dit straalt helemaal... voetbal bij hem uit, zeg maar. Ik vind het mooi, ik vind het sfeervol. Ik hou van voetbalshirts. En ja, hij heeft allerlei fantastische foto's met ja, collega's waar ik mee heb gespeeld en mee heb gewerkt. Heeft hij daar hangen. Ja, daar voel ik me prettig bij. Daar staat Cardoso bereid. Dan Groot. Hoekmaar! Dat is 3-1 voor de gasten door Nico Hoekmaar. De eerste HSV-Holländer in de Bundesliga. Nico Jan Hoekmaar. Ja, dit ken ik nog wel. Ja, ja zeker. Ja, als je hier 6 jaar loopt, dan weet je het wel zo'n beetje. Ja. De plaats van mij was ongeveer hier. Hier is een beetje gezeten. Dit was echt gewoon je woonkamer. Ja. Je kwam hier 's ochtends vroeg en je ging aan het eind van de middag ging je hier weg. Dus hier gebeurde echt alles. Hard gewerkt hier. Veel tijd verbracht, veel energie gegeven. Ja. Dit is voetballend gezien je beste periode geweest. Mm. Je hebt hier gewoon 6 jaar lang geweldige tijd beleefd. Ja. Ja. Ja, zijn we 2 druppels gevallen hier? Ja. Ja, dit is mooi. Ouderwetse kopvoetbalpendel zie je daar nog hangen. Ja. Kwam je hoog? Ja, dat ging me allemaal goed af. Ja. 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 Zie je tegenwoordig in Nederland veel te weinig. Het scheisse heeft hier wel eens geklonken, toch? Scheisse heeft hier regelmatig geklonken. Ja, natuurlijk. Scheisse. Das Hamburger Volksparkstadion, Heimat des HSV. Jeboa Hoekmaar! Nicht zu fassen. Der erste HSV-Niederländer in der Bundesliga hatte zugeschlagen. Nico Jan Hoekmaar. Is dit een mooi rijtje om tussen te hangen, Nico? Nou, ik zit nu al die namen te kijken, maar ja, begin maar. Uwe Seeler, gewoon een grootheid. Je ziet hier Felix Magat, Rubesch, ja. Thomas van Hezen, Kuijts. Ja, allemaal goede gasten. Ja. Ja. Dat was je plekje? Dit was mijn plekje, ja. Is het een beetje thuiskomen? Is thuiskomen, Cardoso! Great save by Stoutsa. Wo ist der da? Bei Massage. Hey! Wie ist der Junge? Wie geht's? Gut, und dir? Ja, ja, super. Nico war ein sehr hervorragender Kapitän. Ja. Ja, ja, ja. Persönlichkeit. Der Mann auf Eisen haben wir immer genannt. Also mindestens er, vielleicht weiß er das nicht. Aber nee, wir und der Kollege haben wir. Ja, weil er einfach hart war. Ne? Also für sich selbst auch. In 2 Kämpfen war wirklich immer fast immer der Gewinner. Und danach, ja, seine Persönlichkeit hat die Mannschaft immer nach vorne geführt. Das ist, im Team war wichtig. Was ich an dir in den letzten 5 Jahren am meisten geschätzt habe,
ist deine Geradlinigkeit und deine Fairness. Ich hoffe, dass du in deinem weiteren Leben mindestens genauso viel Erfolg hast wie beim Fußball. Und nicht vergessen, Papa wird immer für dich da sein. Pelu. Wüssten Sie, dass er manchmal den Hotel verließ am Freitagabend, um nach Monique zu gehen? Nee, das wusste er nicht. Hätte er auch das gemacht. Wenn der Kapitän das gemacht hätte, er auch das gemacht. Das hat er gemacht, ja, heimlich. Ja? Ja. Ich habe auch gemacht. Da wusste er auch nicht. Alles gut. Jeboa, Hummer! Nicht zu fassen, die Hamburger hatten es gepackt. Der erste HSV-Niederländer in der Bundesliga hatte zugeschlagen. Dat is hem. Dat is zijn laatste shirt. Dat is zijn laatste shirt. Ja. Ongewassen in de lijst. Ga je mee? Hé, ga je mee? De club heeft heel slim ingespeeld op het moment dat ik ook had... heb aangekondigd van, wij gaan terug. Mm-hmm. Oldenzaal, Almelo, ja, bestaat er een mogelijkheid dat hij voor ons komt voetballen? Nee, als zijn vrouw belooft zoveel jaar in Duitsland te zitten en dan weer terug te komen met zijn gezin. Nou ja, en hij wou in mei gewoon zien of ik met mijn 35 nog steeds honger had om te spelen. Hoekschop voor de thuisclub en daar is Hoogma die volledig vrij staat. We hebben fantastisch samengewerkt vanaf 2004. Eerst samen kampioen geworden. Nou, uiteindelijk presteren we als team, als club, het onmogelijke. Maar door ook echt als team er te staan. En dat geeft zoveel voldoening. Het kampioenschap van het collectief, daar heeft iedereen keihard voor gewerkt. En het is gewoon... geweldig voor de ploeg. Geweldig. Staat open voor jou. Ga jij nog een transfer maken eigenlijk binnenkort? Als wat? En je naam wordt genoemd bij de KNVB? Ik zou het niet weten. We gaan het zien. Ik heb een jaar geleden al tegen Nico gezegd van... Nou, KNVB, is dat niks voor jou? Want volgens mij kunnen ze jou heel goed gebruiken. Dus toen heb ik dat alles geopperd. Maar ja, hij zegt, is daar niet op ingegaan. En hij zei van, ik word er niet voor gevraagd. Dus het is niet aan de orde. Ja, ik kan daar niks over zeggen. Je bent nog niet benaderd. Ik ben niet benaderd, nee. KNVB heeft contact gezocht met mij. Heeft Gudde jou zelf gebeld? Die heeft mij aangesproken. We waren toevallig samen in Zeist. Toen heeft hij mij aangesproken of ik een keer een kop koffie met hem wou gaan drinken. Ja, zo begint dat. Ja, nee, tuurlijk. En die kop koffie moet je natuurlijk sowieso altijd gaan drinken. Mm-hmm. En we hebben het de laatste tijd alleen maar hierover. Dus, maar dat is ook logisch. Je vader misschien nog gebeld? Ja, zeker. Nee, natuurlijk. Vader en moeder natuurlijk heel erg nauw contact mee. En uiteraard de kinderen ook. Nico Jan die vraagt mij hoe ik erover denk. Ten aanzien van bepaalde punten, zelfs in detail. En nou, daar antwoord ik op uiteraard. Ja, en daar spreken wij over. Was er twijfel bij jou? Nee. Goedenavond. De kogel is door de kerk bij de KNVB. De voetbalbond heeft in een persverklaring aangegeven dat morgen de nieuwe technische top van de KNVB wordt gepresenteerd. Was u ook een beetje trots toen Nico belde? Jazeker. Ja? Ja. Wat voelde u? Nou, ik denk, dit heeft u verdiend. Ook Heracles-directeur Nico-Jan Hoogma wordt morgen verwacht in Zeist voor de functie van technisch directeur. Ja, wat precies de functie inhoudt, daar ga je dan met Erik over zitten. Doe. Wat ze van je vragen, hoe ze het zien, hoe ik het zie, bepaalde zaken. En ja, dan uiteindelijk heeft dat geresulteerd in deze nieuwe job. We zijn hier bijna 14 jaar en vind ik toch heel jammer om hier weg te gaan. Dus ja, dat is de club waar hij het langst... gezeten heeft en ook echt heel lang. Dus dat voelt ook een beetje dubbel. Hij gaat niet weg omdat hij het hier niet naar de zin heeft. Nico-Jan Hoogma gaat 1 maart al starten. Dankzij de prachtige medewerker van Heracles die hem die kans na zoveel mooie jaren bij Heracles ook gunt. Heb je Hans van Breukelen eigenlijk gebeld? Ja, die heb ik gebeld. Kun je daar iets over zeggen, over dat gesprek? Wat hij heeft aangegeven is dat hij het me enorm gunt. En dat was ook echt gemeend. En dat hij me enorm veel succes ook wenst. En de druk?
die zal er ook ongetwijfeld komen. Want mensen gaan natuurlijk een hele hoop verwachten. En in deze organisatie buig je zomaar niet iets om. En als ik je dan 's nachts om 4 uur zie zitten, je arm om je vader geslagen, beide achter een groot glas bier, krijg ik even een brok in de keel. Dit zijn de momenten dat ik denk, dit kun je alleen maar voelen. Als je dit kunt, ben je pas echt rijk. Als je dit kunt, ben je pas echt rijk, steenrijk. En even wilde ik dat ik jou was. En even wilde ik dat ik jou was, Willem. Willem was mijn verzorger bij Heracles. Ja, dat gebeurde in die periode dat ik nog bij Heracles werkte. Hij is zijn zoon verloren. Oudjaarsdag aan een vuurwerkongeluk. Op het moment dat hij die dinges plaatst, ontploft hij meteen in zijn gezicht. Wat ik voel is het gemis van vader zoon. Ik had een bepaalde emotie toen ik hem met zijn vader op de bank zag zitten. En ik keek ernaar en toen dacht ik van, ik wou dat ik het was. En gelijk kreeg ik een gevoel van, maar wat gun ik hem? Wat vind ik dit mooi? En daar werd ik, mag je weten, werd behoorlijk. Ik werd er emotioneel van. Dat deed me veel. Ja, dat doet pijn. Ja, oudjaarsnacht, 11:55. Ik vind het een enorme eer dat ik gevraagd ben voor deze job en dat ik dit ook mag uitvoeren. Na meer dan 11 jaar algemeen directeur te zijn geweest bij een fantastische club, Heracles Almelo. Ik denk dat de KNVB in de toekomst nog meer van Nico-Jan gedaan krijgt. Dat denk ik. Vertelt u eens, wat denkt u dan concreet? Ik denk dat de volgende stap algemeen directeur wordt. Omdat hij daar heel goed ook in is. Ik ken mijn zoon heel goed en ik denk dat hij dat kan. Dus één keer waar hij uitstand komt, dan moet hij gewoon springen. Dat gaat een basis. Gefeliciteerd.